Osnabrück is een gezellige stad met een interessante geschiedenis en leuke winkels. Daarnaast is Osnabrück in 2020 uitgeroepen tot de meest duurzame stad van Duitsland. Luister je mee met de verhalen van onze local? Ik ben Melissa Biesmans, stadsambassadeur van Haarlem in Osnabrück. Haarlem en Osnabrück zijn zustersteden. Elk jaar gaat er iemand naar de zusterstad om daar Haarlem te promoten en vertegenwoordigen. En dit jaar ben ik dat. De stedenband is ontstaan om internationaal vertrouwen en samenwerking te bevorderen. Er was ook een bijzonder aanknopingspunt dat in Osnabrück de Vrede van Münster is getekend. Waar we nu zijn is de Vredezaal in het stadhuis van Osnabrück. De banken die je hier ziet, die zijn 500 jaar oud. En op de portretten aan de muur zie je de afgezanten die hier die vredesbespreking hebben gevoerd. En ook de kroonluchter is nog origineel. Dus eigenlijk kan je een stapje terug in de tijd. Een dag van een stadsambassadeur is heel divers. Ik heb echt heel veel verschillende taken en projecten. Ik heb bijvoorbeeld een online Duits-Nederlandse stamtafel georganiseerd op Koningsdag. Of we lezen voor kinderen hier in Osnabrück. Dat doe ik bijvoorbeeld ook samen met medestadsambassadeurs. En dan lezen we allemaal in onze eigen moedertaal. Wat bezoekers echt niet mogen missen is natuurlijk het historische raadhuis in het centrum. Met gekleurde vakwerkhuisjes. Het Moesbouwmuseum is ook echt wel een must-see. Er is voor iedereen echt wel wat wils in deze stad. Of je nou graag wandelt, fietst, het heeft historie. Of graag uit eten gaat. Het is maar een uurtje reizen van de Nederlandse grens. Ik zou zeggen, kom allemaal Osnabrück bezoeken.